Vissen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 47. En dat is van maandag 18 november tot en met zondag 24 november. En dat is de kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Vissen alsof er deze week eigenlijk iets gaat zijn waar je in het begin heel erg blij van wordt. En wat achteraf toch misschien iets minder mooi blijkt te zijn dan dat eigenlijk de bedoeling was. En daarom zou ik ook willen zeggen van kijk wat mensen, niet alleen wat ze in het begin zeggen, maar ook wat de daden zijn. He, je kunt niet vaak binnen één dag of binnen één tel kun je mensen daarop beoordelen. Het heeft wel vaak een wat langere tijd nodig. En toch heb ik het idee dat je er wel een stukje plezier uit gaat halen. Maar je lijkt ook een beetje gereserveerd te zijn. En ik denk juist dat het eigenlijk komt omdat er iets gebeurt waar je niet helemaal prettig bij voelt. Het is goed dat je voor jezelf bedenkt wat jij daaraan kan doen. En hoe je het toch weer om kunt keren naar iets positiefs. En ik denk dat dat deze week best wel goed gaat lukken. Maar dat het wel een beetje wisselende stemming met zich mee kan gaan brengen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.